Ik ben Rolf Hutt en in deze video ga ik jullie laten zien hoe je een technische Sinterklaas surprise kan maken voor bijvoorbeeld een oom of tante die heel graag houdt van vissen. Wat we namelijk gaan gebruiken zijn magneetjes. Nou ja, magneetjes heb je vast wel eens van de koelkast afgehaald. Je kent deze dingetjes. Ze trekken elkaar aan. Of ze duwen elkaar, als je het andersom doet, echt duwen ze elkaar weg. Als je wil weten hoe dat werkt en hoe dat echt werkt, dan moet je natuurlijk bij ons natuurkunde komen studeren. Maar als je wil weten hoe je het kan gebruiken in een surprise, moet je de komende paar minuten even blijven kijken. Wat je voor deze surprise nodig hebt, is het volgende. Een doos die lijkt op de zee. Een aantal stukken karton die je geknipt hebt in de vorm van visjes. We gaan hengels maken met stokjes. Wat touw en paperclips om een vishaak mee te maken. En tenslotte natuurlijk magneetjes. Je hebt er ongeveer 4 of 5 nodig. Om het allemaal aan elkaar te maken gebruiken we niks anders dan een beetje tape. Kan duct tape zijn, kan zelfs met plakband, maar ik zou duct tape of in dit geval gaffer tape gebruiken. Alles wat je in huis hebt is goed. We beginnen met de hengel. Dit wordt het hengelstokje. Daar moet een stukje touw aankomen voor het visdraad. Knip op maat. Je kan hem vastknopen, maar dat gaat schuiven. Dus wat ik liever doe, is met een klein stukje tape eromheen draaien. Maak een haakvorm van een paperclip. Nou, dat is wel ongeveer een vishaak, toch? Andere kant. En hier kan je wel handig gewoon lekker een knoopje leggen. Dat is het makkelijkst. En dan komt het, één van je magneetjes vastmaken in je vishaak. En zorg dat die goed in je vishaak zit. Nou, hebben we een hengel met een vishaak met een stukje magneet eraan. Andere magneet gaat natuurlijk in je visjes. Dus als je meerdere visjes gemaakt hebt, meerdere stukjes, meerdere magneten. Je kan dus het handigst als oog gebruiken. En dan kan je op 2 manieren doen. Of je tapet ze eraan vast. Of je lijmt ze eraan vast. Ik heb hier bijvoorbeeld een beetje lijm. En vast. Dat doe je met al je visjes. En dan gaan de visjes heel simpel in de zee. Leg ze een beetje verspreid, want het zijn magneetjes. Als je ze te dicht bij elkaar legt, trekken ze elkaar aan. Krijg je een hele grote school vissen die met hun ogen aan elkaar geklikt zitten. Nou, dit mooi inpakken, cadeau erbij verstoppen. En wat je dan kan doen, op het moment dat dit uitgepakt wordt, kan je lekker vissen. Tadaa! Eerste vis.